Manuel Otero is gisteren gekozen tot de nieuwe directeur-generaal van Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, ICA. En wel voor de zittingsperiode 2018-2022. De verkiezingsstrijd was geen simpele, daar twee kandidaten om de functie van directeur-generaal streden. Zo meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. De verkiezing van de nieuwe ICA-topman vond plaats op 25 en 26 oktober in Costa Rica tijdens de landbouwconferentie van de Inter-Amerikaanse Raad van Landbouw. 34 landbouwministers uit verschillende landen uit Latijns-Amerika, waaronder LVV-minister Suresh Algu, hebben deelgenomen aan de conferentie om zo de verkiezing van de nieuwe directeur-generaal van de ICA mogelijk te maken. In de verkiezingscommissie zaten de landbouwministers van El Salvador, Suriname en Trinidad en Tobago.